En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vandaag hebben wij GP Talk op Canada. Laten we eerst de intro starten en dan gaan we beginnen aan deze video. Oké, nou, daar zijn we dan aangekomen bij de GP Talk van Canada. Zoals jullie op de achtergrond zien heb ik natuurlijk weer een Grand Prix'tje opgenomen van 25% race distance op Canada. Als ik klaar ben met praten, want ik denk niet dat ik 18 rondes vol kan praten, zal deze video niet stoppen. Het zal pas stoppen als de race klaar is. Dus dan weten jullie dat. Misschien is dat wat, of misschien niet. Dan hoor ik het wel in de reacties. Oké, zoals we weten hebben we natuurlijk een redelijk saaie race tegemoet gegaan. Behalve op het einde. Maar laten we eerst bij het begin beginnen. En laten we beginnen bij de kwalificatie. Want van de vrije trainingen kan ik niet zo heel veel zeggen. Aangezien ik die zelf niet live heb kunnen zien. Vanwege wat andere dingetjes, zoals een Dutch Grand Prix op vrijdag. En op zaterdag was ik het gewoon vergeten. Oké, dan gaan we. Ik heb de raceuitslag bij mij, omdat we dat eigenlijk het meeste over gaan praten. Maar laten we eerst beginnen over deze leuke kwalificatie. Eventjes, ik denk niet dat ik de kwalificatieuitslag nog kan zien. Zeker kan dat wel. Nou ja, we beginnen bij Q1. Bij Q1 waren er op zich verrassende uitvallers, vond ik. Althans, uitvallers. Ik bedoel dan mensen die Q2 niet haalden. Dat waren de beide Alfa Tauri's, wat ik best wel verrassend vond. Aangezien Alfa Tauri natuurlijk een heel erg sterk weekend kende op het straatcircuit van Baku. Technisch gezien, dit wordt gezien als een straatcircuit. Dus ik dacht van ja, Alfa Tauri kan op zich wel hard gaan. Maar dat viel best tegen en uiteindelijk hield Yuki Tsunoda zelfs de laatste plek. Vanwege volgens mij ook wat gridstraffen, dacht ik. En plek 16 voor Pierre Gasly. Wat ik ook opvallend vond, zijn de Aston Martins. Want die gingen in de vrije training, want ik heb de uitslag wel gezien. Gingen ook best snel, vooral Sebastian Vettel steekte daar echt bovenuit. Maar ook Lance Stroll was goed in de vrije training en waren dus enorm sterk. Dus ik had ook eigenlijk wel verwacht dat hun... in ieder geval in Q2 zouden komen. Maar ook hun hebben het niet gehaald. En daardoor zijn de twee Alfa Tauri's en de twee Aston Martins en natuurlijk Nicolas Latifi, de twee Canadese helden Latifi en Lance Stroll, halen Q2 in ieder geval niet. Best sneu voor de Canadezen, maar ja, het zij het zo. Wat ook een enorm slechte kwalificatie was, was voor Lando Norris. Hij schijnt power unit problemen te hebben gehad. Ja, dat zei hij althans. Ik geloof het op zich wel. Pierre Perez viel ook enorm tegen. Hield Q3 ook niet. Leclerc had natuurlijk een gridstraf. Hoefde niet meer te rijden. Het viel me al op dat hij een Q1 reed. Ik weet niet wat daar de reden voor was. Als ik Leclerc was, had ik het risico niet genomen om überhaupt naar buiten te gaan. Maar ik was best verrast, want we waren aan het bowlen tijdens de kwalificatie. Ik heb daar een beetje gekeken. Toen we thuis waren, heb ik de kwalificatie helemaal teruggekeken met Brian. Ook omdat ik natuurlijk voor jullie zo'n eerlijk beeld wil hebben van de kwalificatie. Waar we natuurlijk Perez zagen crashen. Albon een goede kwalificatie op P12. Maar ja, een Valtteri Bottas valt dan weer enorm tegen. Lando Norris dus ook, maar ja, die had problemen. Perez knalde hem recht in de muur. Vond ik ook best wel, sneu voor hem. Maar ja, dat is de druk waar je mee moet dealen. Dan gaan we over naar Q3, waar Guanyu Zhou gewoon reed. Dat deed de Chinees hartstikke goed. Wat ook een hele goede kwalificatie was voor Haas. Haas stond op plek 4, ik bedoel plek 5 en 6. Dat is gewoon voor Haas te doen een enorm goede kwalificatie. Sterker nog, hun beste kwalificatie ooit in de Formule 1. Want in Australië toen hun bandenproblemen hadden met de pitstop... hielden ze plek 6 en 7. Dat was toen hun beste kwalificatie ooit. En nu is het plek 5 en 6. Dat maakt niet zoveel uit, maar is voor hun natuurlijk wel een leuke statistiek. George Russell, die ging nog naar buiten op de softband. Dat pakte helaas niet goed uit voor hem. Waardoor hij op plek 8 moest gaan starten. Lewis Hamilton had wel een goede kwalificatie en startte hierdoor op plek 4. Carlos Sainz op plek 3. En Fernando Alonso had een extreem goede kwalificatie. De Alpine zette zijn auto neer op P2. En het team was daar enorm blij mee, wat natuurlijk logisch is. En Alonso had het doel Max Verstappen aanvallen in de eerste bocht. Of als dat is gelukt, gaan we natuurlijk zo horen. Max Verstappen dus op de pole position. Ricciardo op P9 doet het dus een keer beter dan zijn teamgenoot. Alhoewel zijn teamgenoot natuurlijk problemen had. Maar ja, is voor Ricciardo zijn zelfvertrouwen daarentegen wel weer goed. Oké, dan gaan we over naar de race. Ga ik de uitslag daar even van bijpakken. Want daar gebeurde nog wel een beetje het een of ander. Alhoewel die natuurlijk voor sommige mensen best saai was. Ik vind de race nooit saai. Maar ja, dat is mijn racehartje.
A1's aan het inladen. Nou, dan kan ik het in ieder geval over de start hebben. Alonso's plan was natuurlijk om Max Verstappen aan te vallen in de eerste bocht. Nou, we kunnen direct vermelden dat dat natuurlijk niet is gelukt. Max Verstappen had een wereldstart. En hierdoor kon Alonso natuurlijk nooit op reageren. Waardoor hij gewoon tweede de eerste bocht doorging. Wat ook trouwens best wel goed was. Carlos Sainz had ook wel op zich een goede start. Zat in de staart van Alonso. Maar kon vrij weinig daar doen. Lewis Hamilton en Magnussen zaten wel naast elkaar. En dat leidde tot een touché. Waardoor Magnussen zijn voorvleugel werd beschadigd. Lewis Hamilton kon daar vrij weinig. Magnussen ging zelf op de penalty stip liggen, want daar met z'n tweeën doorheen kan niet. En je weet dat Lewis Hamilton gewoon sneller is dan de Haas. Dus hier kon Lewis Hamilton in mijn mening niks aan doen. Je mag van Lewis Hamilton denken wat je vindt, maar daar kon hij gewoon echt niks aan doen. Ook al dat je op de onboard van Lewis Hamilton zag dat hij geen instuurbeweging maakte. Het kan daar gewoon simpelweg niet. Uiteindelijk gaan we wat verder door in de race. Zien we natuurlijk Sergio Perez uitvallen met geen motorproblemen, maar een versnellingsbak. En wat ik dan denk is gewoon redelijk logisch. Red Bull heeft totaal niet gekeken of de versnellingsbak van Perez beschadigd was door die crash. Want ik kan me zo voorstellen dat de versnellingsbak die crash, nou ja, wel heeft overleefd. Maar dat er wel aardig wat scheurtjes of zo in zaten, want hierdoor... Denk ik dat Perez is uitgevallen. Ik denk dat Red Bull dat beter had moeten controleren. En er gewoon een nieuwe versnellingsbak in had moeten doen. Dan moet je maar een keer een gridstraf gaan nemen. Want dan had je jullie in ieder geval hier in ieder geval punten kunnen halen. Want Perez is wel een coureur die wel echt gewoon een inhaalrace kan doen. Dus een gridstraf maakt voor hem echt niks uit. Alhoewel het dan wel net zo lang duurt als Leclerc, denk ik. Moet ik even nadenken. Ook, we hebben ook nog een motorprobleem gehad. Volgens mij was dat niet versnellingsbak gerelateerd, maar dat betwijfelde ik nog. Mick Schumacher, ja, die reed hartstikke goede race. Dat moet ik gewoon eerlijk eens zijn. Ik heb heel veel haat gehad aan Mick Schumacher. Maar hij reed gewoon een enorm goede race. Hij heeft een enorm goede kwalificatie neergezet. Uiteindelijk valt hij uit met motorproblemen, voor zover ik op dit moment weet. Volgens mij is daar op het moment van opnemen nog niks bekend over. Misschien als hij om 4 uur online komt, heeft Haas dat inmiddels denk ik wel bekendgemaakt. Trouwens, even terugkomen dat met Kevin Magnussen naar Lewis Hamilton. Hierdoor kreeg Kevin Magnussen de zwarte en oranje vlag uit mijn hoofd. En dat betekent dus dat Magnussen naar binnen moet. Dat is een beetje neergezet door Ocon, maar ja, dat is gewoon slim gedaan door Ocon. FIA houdt gewoon eenmaal van veiligheid. Wat Haas dan zelf deed was ook dom. Ze hadden niet die hele voorvleugel moeten vervangen, maar gewoon die endplate gewoon af moeten halen. Het scheelt ietsie pace, maar het had Magnussen echt niet... meer plekken gescheeld. Dan zie ik ook nog dat Tsunoda DNF is. Oh ja, daar komen we later op. Dat was ik alweer vergeten. Daarna, dus Alonso reed tweede, maar we kregen een virtual safety car doordat Mick Schumacher en Perez stilstonden. Volgens mij pitten bij Max Verstappen bij die van Schumacher. Dat moet ik even nadenken, weet het niet zeker. En Lewis Hamilton pitte mee. Alonso reed door en dat bleek geen goede strategie van het team van Alpine. Want Lewis Hamilton pakte uiteindelijk Fernando Alonso. Ocon kon Hamilton niet ophouden. Maar dat kan je Ocon ook niet kwalijk nemen. Ocon heeft daarin stegen echt zijn best voor Alonso gedaan. Maar Alonso is gewoon een eenmaal veel agressiever coureur dan Ocon. En je moet gewoon agressief zijn. Wil je een wat betere auto achter je houden. En dat is Alonso wel gelukt in Hongarije. Maar ja, een Fransman zoals Ocon moet je dat niet gaan vragen. Natuurlijk is dat de vraag van, zijn de Alfa Tauri's een beetje opgeschoten? Nee. Pierre Gasly eindigde op plek 14. En Tsunoda, ja, daar gaan we het... daar komt men uitbranden. What the fuck doe jij in de Formule 1? Je kan nog geen pitstraat uitrijden. Tsunoda komt de pitstraat uit. En ik weet niet wat hij doet. Maar hij ramt hem de muur in. Ja, dat vind ik knap. Ik bedoel van mensen in de Dutch F1 League weten dat. Mensen die nieuw bij het kanaal zijn weten dat niet. We hebben een race league die heet de Dutch F1 League. En we hebben daar Brian in rijden. Die kan een pitstraat niet inrijden. Nou, Yuki Tsunoda is voor Brian het grote voorbeeld. Hij kan nog geen pitstraat uitrijden. Dus misschien is het wel een Brian tactiekje van Tsunoda. Ik vind het in ieder geval dom. En ja, je rijdt in de hoogste klasse in de autosport. Dan hoort dit soort dingen niet te kunnen. En... dit is ook niet je eerste jaar, dan had ik het nog misschien een beetje begrepen, dan zelfs niet. Maar een tweede jaar in de Formule 1 en dan dit, kan natuurlijk niet. En dat moet, ik denk dat AlphaTauri enorm boos is geworden op Tsunoda, wat natuurlijk gewoon flink terecht is. Wat uiteindelijk wel verrassend is, is dat Alfa Romeo gewoon een enorm goede race heeft gehad. Plek 7 en 8.
ja, Valtteri Bottas dan wel voorbij voor Guangyu Zhou. Maar Guangyu Zhou haalt gewoon enorm goede punten. En hetzelfde geldt voor Bottas. Oké, nou jongens, dan gaan we over naar de laatste paar rondes. Want we kregen nog een safety car. En die safety car zorgde ervoor dat Carlos Sainz kon pitten. En op net wat versere banden zou dan verstappen. Maar we weten natuurlijk dat bij Ferrari een groot probleem heerst. En dat is de bandenslijtage. Ferrari krijgt dat maar niet op orde. Kijk maar naar Charles Leclerc. Het inhalen ging gewoon moeizaam. Ook omdat er een DRS-terrein is. Ja, dan maakt het niet zoveel uit dat je een snellere auto hebt. Uiteindelijk deed Leclerc dat op zich al redelijk slim. En pakte hierdoor wel wat plekken. Maar ja, het ging niet allemaal vanzelf. En ik denk dat we dat ook wel gaan zien bij Max Verstappen. Weet je, het kampioenschap zit in je hoofd. Maar bij Leclerc snap ik het niet. Want Leclerc staat al zo ver achter. En ik ga zeggen, ja, ik gun het Max Verstappen echt zijn tweevoudig wereldtitel. Ik heb gejuicht bij zijn eerste. En ik heb Hamilton altijd heel erg afgekraakt. Ik was ook zo. Maar ik heb sinds dit seizoen best wel... Nou ja, ingezien dat zo'n kampioenschap als wat Lewis Hamilton heeft gehad... elke keer maar vooraan rijden saai is. En nu het bij Max Verstappen gebeurt, is het voor heel veel Nederlanders natuurlijk niet erg. Nu is de sport opeens niet saai. Nou, als Max Verstappen de hele tijd maar blijft winnen, wordt de sport ook gewoon saai. En zal ik liever een Mercedes weer terug hebben dan een Ferrari. Want een Ferrari verkloot het elke keer, elke race maar weer. En echt, ze hadden al heel veel races moeten winnen. Of strategie verkloot, of ze hebben de motor niet op orde... Of de setup niet op orde. Het is echt triest. Maar in dit geval leken ze het wel goed op orde te hebben. Carlos Sainz, ja, was niet bepaald sneller dan Verstappen. Maar kwam door de DRS gewoon heel erg goed dichtbij. En dan kan je zeggen van ja, zonder DRS had hij het niet gehaald. Nou, DRS bestaat eenmaal. Dus daar zullen we nooit achterkomen. Sainz deed echt gewoon zijn best. Maar ja, ik denk dat Red Bull op zich nog gewoon wel de betere auto is. En dat Red Bull zich gewoon echt voor Ferrari heeft ontwikkeld. En dat Max Verstappen hierdoor gewoon weer de betere auto onder zijn kont heeft. We zijn er natuurlijk gewend dat Ferrari dat gewoon niet kan volhouden. Dat zit gewoon in dat team. Sainz heeft echt zijn uiterste best gedaan om Verstappen het enorm moeilijk te maken. Daar geloof ik oprecht in wat hij heeft gezegd. Alleen, het is hem gewoon niet gelukt. Verstappen kwam over de finish met een seconde voorsprong. Ja, ik vind het enorm zielig voor Sainz, want ik had echt gegund zijn eerste overwinning. Maar Verstappen laat maar wel zien waarom Sainz, waarom hij werd verkozen boven Sainz in die Toro Rosso tijd. Ja, en Sainz werd uiteindelijk ook uit de Red Bull Academy geknikkerd. Leclerc werd het alsnog wel plek 5, maar ja, die mediumband sleet uiteindelijk veel te veel, waardoor hij wel kon aanhaken bij de Mercedes'en, maar er gewoon niet meer voorbij kon. Dus dat is wel enorm zielig voor Leclerc, maar ja... het zei het zo. Lance Stroll, ja, de Canadese held, heeft in ieder geval een puntje gehaald. En heeft het Canadese publiek in ieder geval hoop gegeven. Latifi, misschien was dit wel zijn laatste race. De geruchten gaan dat Oscar Piastri hem gaat vervangen. We hebben daar op dit moment nog niks over gehoord. Maar dan zal het team van Williams dat wel snel bekend moeten maken. Aangezien ze de volgende week niet... niet deze week, maar volgende week de Grand Prix van Silverstone alweer op het programma staat. En ja, dan moet er al een Oscar Piastri in de auto zitten. Dat moet voor Oscar Piastri trouwens wel snel gebeuren. Want Piastri rijdt op dit moment in geen enkele raceklasse volgens mij. Wat ik heb gehoord in bepaalde podcasts. Want ik luister heel veel Formule 1 podcasts tijdens het werk. En wat ik heb gehoord is dat Oscar Piastri nog steeds geen auto onder zijn kont heeft. En dat moet wel snel gebeuren. Want ook zo'n jongen kan zijn talent aardig snel gaan verliezen als hij niet snel gaat rijden. Dan vraag je je af, waar is Alonso geëindigd? Op plek 9, klopt dat? Dat klopt toch niet? Alonso op plek 9 blijkbaar, staat hier. Ocon op plek 6, wel weer een goede rit van de Fransman hoor. McLaren buiten de punten, Norris komt echt gewoon niet verder in de race dan plek 15. En Haas hield helaas ook geen punten. Gewoon echt weer pech voor het team van Haas. Schumacher DNF en ja, Magnussen moest verplicht naar binnen. Enorm veel pech voor Gunther Steiner. Ja, dan gaan we over naar de stand, want dan gaan we al bijna afronden. Ja, ik heb echt mijn best gedaan voor jullie. Maar het is gewoon enorm moeilijk om zo'n saaie race een beetje vol te lullen. Max Verstappen heeft dus nog steeds de leiding in het wereldkampioenschap. Perez staat nog steeds tweede. Leclerc loopt wel in op Perez. Wat natuurlijk logisch is, aangezien Perez niet gefinished is. Het gat van Verstappen en Perez. Ja, ik ben echt heel slecht in rekenen. Dat kan ik echt niet weten. 175 punten voor Verstappen. 129 punten voor Perez. Nou, als het zo doorgaat, is Verstappen al zowat kampioen in Zandvoort. Officieus kampioen dan, hè? Want dan moet er wel heel veel fout gaan. Als het zo door blijft gaan. George Russell staat nog steeds voor Carlos Sainz. Dat is nog steeds best wel knap.
Ja, Latifi nog steeds 0 punten. Hulkenberg nog steeds 0 punten, maar die rijdt bijna niet. En Mick Schumacher nog steeds 0 punten. Voor de rest heeft elke coureur punten. Gaan we over naar de teams. Red Bull staat nog steeds dik bovenaan. Ferrari op plek 2. Maar Ferrari moet wel echt gaan oppassen, want die uitvalbeurten moet echt kappen. En ook, ja, zo min mogelijk grip penalties gaan pakken. Want Mercedes staat nog steeds wel redelijk dichtbij. 40, 30 punten of zo. Ja, dat kan zo weg zijn met 2 uitvalbeurten. Haas 15 punten, dat blijft op zich nog steeds knap. Alleen staat het team nog steeds 9e. Williams 10e met 3 punten, dat is ook gewoon nog steeds goed. Want Williams moet echt de prijs krijgen voor elk jaar het weer voor elkaar krijgen. Om een slechte auto te bouwen, alleen vorig jaar was Haas de slechtste. Dus daar moet Williams toch wel een keer een prijs voor krijgen. Alfa Romeo op plek 6. Alpine op plek 5, gewoon weer een goede race van Alpine. McLaren op plek 4, die hebben zich echt goed herpakt na een dramatische seizoenstart. We komen al aardig aan, we werken aardig toe richting de Grand Prix van Hongarije. Dat is over 1, 2, 3 races alweer. En ja, dat betekent dus dat Hongarije is de zomerstop. Dan racen we 4 tot 3 weken niet, volgens mij. Dus ja, dan heb je ook 4 tot 3 weken geen GP-talk. Misschien dat we dan nog even een GP-talk opnemen met iemand anders. Als jullie dat sowieso graag willen, moeten jullie dat even in de reactie laten. Dat zijn natuurlijk meerdere meningen. Misschien maken we deze serie ook wel wat beter. Maar dan moeten jullie even in de reactie achterlaten, ook met wie. Want ik neem dit op maandag op en ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die op maandag kunnen. Moet ik even kijken. Ja, voor de rest hebben we niet zo heel erg veel te bespreken. Alleen dat Mercedes heel erg blij was met dat Hamilton op het podium staat. Wat ik wel snap. Hamilton gun ik het ook wel. Ondanks dat Hamilton zich natuurlijk enorm heeft aangesteld in Baku. Alhoewel, ik geloof echt wel dat hij pijn had. Maar hij wist ook echt daadwerkelijk wel dat de camera's op zich gericht waren. Dus ja, een theatershotje van Hamilton. In ieder geval Mercedes maar blij zijn met plek 3 en 4. Dames en heren, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden van GP Talk. Vergeet daarom vast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk ook vast te abonneren voor meer. Zet in de reactie wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Kijk vooral nog mee met de beelden op de achtergrond. Als je dat niet leuk vindt, dan kan je gewoon wegklikken. Dan zie ik jullie dinsdag weer bij de Ajax Career Mode. Later mensen!